heeft een hele prettige sfeer, hangt er hier. Ik zou wel, ik vraag me af hoe die boeven hier vroeger hebben gezeten, maar het is geen slechte plek om te zitten. Nee. Omdat de deur weer open kan. Juist, omdat de deur weer open kan. Ja. Ja. Ik maak wandkleden, ik maak vloerkleden en ik werk uitsluitend met wol. En ik verf mijn wol plantaardig, want dan krijg je hele mooie sprekende kleuren. Dit is het vacht van een Fries melkschaap. Dit ras was 40 jaar geleden bijna uitgestorven, maar gelukkig is hij er nog. En is hij helemaal klaar voor 2018, want wij zoeken heel veel schapenvachten voor 2018 van het Fries melkschaap. Hiermee willen wij een wedstrijd organiseren. En als je ziet en voelt hoe mooi deze wol is, dan word je alleen maar heel blij van. Moet je kijken, allemaal golfjes erin. Het is echt een heerlijk schaap om mee te werken, om mee te weven en mee te filteren. Het is een levend materiaal. Het warmt. Ja, je kunt er van alles mee. Je kunt het gebruiken als iets om je heen te slaan. Een sjaal of een kleed voor op de bank. Je kunt er een mooi poezenkleedje van maken. Een hondenkleed. Wandbekleding voor de geluidsisolatie. Nou, wat kun je er niet mee? Hier zien jullie het weefraam wat wij hebben bedacht voor Leeuwarden 2018. Het is gemaakt van snoeihout uit de provincies Groningen en Friesland. Het is in elkaar gezet door mensen met een beperking. Die kunnen daar zo ook nog iets aan verdienen. Dat is ook een mooi model voor hun. Dit gaan we inweven met natuurlijke materialen. Hoofdzakelijk met het Fries melkschaap. En dan willen we de honderden langs de gehele Waddenkust van Groningen, Friesland, de overkant naar de Waddeneilanden en bij Schiermonnikoog weer terug.